Hallo. Ja, in België, in het Witte Paard in Blankenberg nog wel. Ja, nou, ik vond de hele eer om uitgenodigd te worden om hier in het Witte Paard aan de show mee te doen. En het is, ik geloof, voor elke artiest is het een eer om hier te staan. Dus ik was heel blij dat ik gevraagd werd. En ik heb mijn best gedaan en ik geloof best dat het wel past in de show wat ik doe. Dus, je bent nog quickie, hè? Ja, maar ik vind het toch altijd leuk om te doen. Ik vind het altijd leuk om de dingen te doen die ik wil doen. En om mensen te vermaken. En volgens mij is dat aardig gelukt. Ja, ik sprak je via Skype op de persconferentie. Ja, ja, dat was ook nog leuk, hè? Dat was leuk. Dat was heel leuk. Ja, ja. Mocht je de nummers dan ergens kiezen? Wat je, ik stelde u een vraag op dat moment. Bonnie, Veronica, sorry. Je hebt zo van die schone nummers. Ja, maar dat past niet hier in deze show. Deze show heb ik het over gehad met Ben en met Stanny. Dat we, nou ja, kom van de dak of kom je niet onderuit. Angelina ook niet eigenlijk. Ik wilde zelf je wat ouder papa doen. En dan Who the Fucker zelfs, want het is natuurlijk een hele grote hit geweest. Ja, je kan er maar vier doen. We hebben het nog over de KL204 gehad, maar als ik God was. Maar dat past ook niet zo in die... Het moet een feest zijn. Het is maar vier liedjes, dus ja, dan moet je een feestje brengen in vier liedjes. En dat past ook zo in die show. En daarom hebben we dat zo op deze manier gedaan. Ik zag in de zaal heel veel jonge mensen zitten ook. En die waren ook enthousiast over wat je deed, hè. Maar ik denk de helft van de zaal weet niet eigenlijk wat je allemaal in het leven gedaan hebt voor andere artiesten ook. Ja, maar dat begrijp ik ook wel. Dat een producer en een liedjeschrijver, dat weet men dus meestal niet. En dat ik platen heb gemaakt met zoveel artiesten in Nederland, maar ook met een x-aantal in België. Helmut Lotti onder andere. Diezelfde boek. Wiltura, Lisa natuurlijk, Lisa Lebeau, Marjan Bergen, Willy Sommers, Luc Steno, ja, zelfs Lilian Saint-Pierre nog een jaar of twee, drie terug, maar wel in een triootje van drie vrouwen. Maar ik begrijp best dat een producer of een liedjeschrijver dat men dat niet weet. Daar zijn altijd mensen op de achtergrond. Mag ik zeggen, ik ken je leeftijd uiteraard. Je staat hier op die tafels te springen. Af en toe val je wel daardoor. Ja, nou ja. Ik doe, nou, de conditie valt nu heel, omdat ik het steeds doe. Ik denk als ik het een jaar niet doe, dat ik dan een weerslag krijg. Maar als je dingen blijft doen... Adrenaline. Ja, adrenaline, maar ook je lichaam. Het is een soort training, hè, elke keer wat je doet. Dus dat valt wel reuze mee. Zijn er mensen rond jou die je jong houden? Je moet het toch je eigen lichaam moeten doen. En ik heb wel een vriendin sinds een tijdje. Mijn vrouw is 2 jaar geleden overleden. En bijna 2 jaar geleden. En helaas was het plotseling. En ik heb nu een vriendin, die kende ik trouwens al langer. En, is het moeilijk om over dat verdriet heen te raken? Ja, dat viel niet mee. Ik heb een grote steun gehad aan mijn kinderen. En we hebben elkaar heel erg goed in gesteund. Maar... ja, je moet door. Je kan wel bij de pakken neer blijven zitten. Maar ik ben altijd een positivo geweest. En ik wil toch nog leuke dingen in mijn leven doen. En dat paste deze vriendin heel goed in. En we houden van elkaar en dat gaat heel goed. En we doen hele leuke dingen ook samen. En zo wil ik de rest van mijn leven ook wel door blijven gaan. Ik hoor van Mick Jagger eigenlijk, via Rob. Rob heeft mij verteld. Als hij na een optreden moet hij direct naar huis. Hoe zit dat bij jou? We zijn ongeveer bijna 1:30. We staan hier nog, hè? Nee, ik heb beloofd aan Ben ook dat ik hier... dat ga ik ook niet elke avond doen, want dan trek ik het niet al die 32, 33 dagen dat ik hier ben. Maar nu, de speciale avond, is de première. En dat ik dan nog gewoon... een beetje pers aanwezig. Pers en de interviews ga doen en dan drink ik ook een pintje. En daar zal ik morgen wel weer de tol voor betalen. Maar ik hoef morgenavond... Doen we nog een show en dan doen we even een week niks. Dus dan kan ik weer even een beetje recupereren. En daarna gaan we het een beetje normaal doen. Ja. Je... Op je 50 jaar, in 1990, had je een album gemaakt. Hoe heette dat? Toen ik 50 werd. Voelen wij. Hoeft geen krans, bedoel je dat? Dat is het. Laten we zo afsluiten, Peter. Dat was al eerder. Ja. Maar, 90, hè? Dat was... Toen ik 50 was, dat was 1990, ja. Ja. Ja, kijk naar aan. Ik ben nu 75.
Of word ik 75? Wordt het, hè? Ja. Ja, niet te ver gaan, hè? Nee. Ik ben het nog niet. Als de Heer het wil, zullen we maar zeggen. Okay. Peter, wel bedankt. Als ik God was. Ja, als... Als ik God was. Dat is maar die zilveren vogel vloog voorbij, samen met jou ver weg van mij. Als ik God was, als ik God was, dan plukte mijn hand hem uit de lucht en ik bracht jou weer bij mij terug.